De storm van afgelopen vrijdag heeft voor flink wat schade gezorgd. In de stad werden aan het eind van de middag en in de avond windsnelheden tot 128 km per uur gemeten. Dat zorgde ervoor dat onder andere daken van woningen werden geblazen, zoals hier in de Helt, en ook veel bomen zijn omgewaaid. Hier in Helpman belandde een boom op een auto. Bij het Parsifalcollege in de Rivierenbuurt waaide een deel van het dak weg, waardoor 5 lokalen onbruikbaar zijn geworden. Zaterdagochtend kreeg ik een bericht, een voicemail van een collega van mij. Die zei, een ouder heeft mij gebeld dat het dak van ons, we noemen dit het C-gebouw, dat het los zit. Nou, toen dacht ik, dat moet ik dan toch maar even gaan kijken. En inderdaad, aan de voorkant zag ik dat het dak behoorlijk los zat. Ik zag condens op de ramen. Ik denk, dat is gek. Plafondplaten naar beneden, overal water. Dus we hebben met 10 man ongeveer spullen in veiligheid gebracht. Vooral computers en boeken en examenmateriaal, want dat stond natuurlijk ook in sommige lokalen. Dus we hebben veel gered, geprobeerd in ieder geval te redden. En wat je hier ook wel in de buurt ziet, het zijn plafondplaten, die zuigen zich vol met water. En op een gegeven moment is dat te zwaar, dan valt het naar beneden. Dus het zat overal. Maar het is natuurlijk doodzonde, want dit hadden we niet verwacht. Het zijn 5 lokalen en een overblijfruimte. Dus het is een hele vleugel van het Parsifalcollege. En we moeten kijken hoe we dit gaan doen na de vakantie, want dit zal waarschijnlijk nog niet klaar zijn. Ook bij voetbalclub Oranje Nassau hebben ze veel schade. Daar is het dak van de kleedkamers afgewaaid. De bovenste laag van de dakbedekking, daar is de wind onder gekomen en die heeft de hele laag helemaal eraf afgewaaid. En die heeft ook alle afvoerkokers meegenomen, waardoor dus nu zeg maar, het dak helemaal bloot is komen liggen. En nu raakt het dak helemaal verzadigd, waardoor het nu ook naar binnen komt. Ze zijn allebei erg geschrokken. Ja, omdat ik werk hier voor het 22e jaar, dus al best wel heel lang. Ik zit een aantal jaren in de schoolleiding. Dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Ik zei ook tegen de conciërge, die hier ook al zo'n beetje zo lang werkt, die zei, nou Gert, we hebben heel wat meegemaakt, maar dit hebben we nog niet eerder gehad. Nee, zei die, dit hebben we niet eerder gehad. Je weet niet hoe erg zo'n storm wordt. Je gaat ervan uit dat de gebouwen goed zijn. En in principe moet dat ook goed zijn. Maar goed, ik heb horen al hier in de buurt hier ook dat er ook bomen omgewaaid zijn. Er ook delen van daken afgewaaid zijn bij huizen hier. Dus kennelijk is hier toch een iets hardere windstoot geweest of iets dergelijks. Ik weet het niet, maar verwacht had ik het niet, nee. Ook de financiële schade is groot. Even een inschatting, het gaat richting €100.000 waarschijnlijk. Zoals ik het vanmorgen een beetje begrepen heb van de expert, reken maar dat het richting die bedragen gaat. Een ton, misschien wel meer. Ik heb geen idee. Ik vind het heel lastig in te schatten. Het is elke dak is volledig, zeg maar, moet vernieuwd worden. Ja, dan moet een nieuwe isolatie, dus een nieuwe plafondplaten in. Ja, en sommige meubilair kunnen we gewoon weggooien. En dat geldt ook voor boeken. En ook voor computers en voor beamers. Dus het is wel een grote schadepost. Ja.